De ziekenhuizen gaan werken aan verbetering bij het uitbetalen van haar personeel, maar verliezen het belang van patiëntenzorg niet uit het oog. Dat zegt Manoj Hinduri, algemeen directeur van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Hinduri geeft aan dat alle ziekenhuisdirecteuren een gesprek zullen hebben met de ministers van Volksgezondheid en Financiën over de uitbetaling van de salarissen. Hoewel het belangrijk is dat het personeel op tijd kan beschikken over haar salaris, is het bieden van patiëntenzorg nu het belangrijkste doel van het ziekenhuis. Hinduri wijst erop dat patiëntenzorg nu ook COVID-zorg betekent. Aan de hand van de stijging van de besmettingen en op verzoek van de minister heeft het RKZ een COVID-afdeling opgericht. Omdat de zaken uit de hand lopen. We weten allemaal de besmettingscijfers die we nu horen zijn schrikbarend. Je schrikt ervan als je weer hoort dat er meer dan 100 patiënten op een dag besmet zijn geraakt. Dat is veel van onze begrippen voor een klein land als Suriname. Nog meer schrik je als je hoort hoeveel patiënten zijn overleden op één dag. Dan denk je, oeh, we zijn wel hard getroffen nu door COVID. Dus wij hebben op verzoek van de minister van Volksgezondheid een hele nieuwe afdeling beschikbaar gesteld. Het is de afdeling interne geneeskunde. Maar het heeft een gelukkige omstandigheid dat het redelijk afgesloten is van het overige deel van het ziekenhuis. Het heeft een eigen ingang, waardoor we hebben gezegd, laten we die locatie dan bestemmen voor COVID-zorg. De reguliere interne geneeskunde patiënten zijn op andere afdelingen ondergebracht. En nu is de volle afdeling dan beschikbaar voor COVID-zorg. Hinduri geeft aan dat het nog niet duidelijk is hoe de ziekenhuizen betaald zullen worden voor de COVID-zorg. Hij zegt dat het verplegend personeel ook een COVID-toelage verwacht. Ik heb met het personeel afgestemd. Er is, natuurlijk zegt het personeel, maar gaan we niet wat extra's krijgen? We moeten ons iedere keer hijsen in die PPE's, in die pakken. Dat ongemak, warm, je kunt niet goed eten, je kunt niet goed naar het toilet gaan. Je moet risico's lopen om naar een besmette patiënt te gaan en die zorg te verlenen. Kunt u ons niet een toelage toekennen? Ik zeg vanuit de grond van mijn hart, ik gun jullie een COVID-toelage. Maar daarover praten we met de minister van Volksgezondheid en de minister van Financiën. Maar je blijft toch bezig van, maar waar komt het geld vandaan? We hebben deze week een afspraak met de minister van Financiën en de minister van Volksgezondheid. Daar hopen we meer te vernemen hoe het zal gaan met de financiering van de COVID-zorg. Er is dus een wet aangenomen of uitgebreid, de wet op COVID-zorg. En daarin is ook een begroting gekoppeld, 1,5 miljard, dat heb ik begrepen. Wij willen graag horen hoeveel van dat bedrag beschikbaar is voor ziekenhuiszorg en hoe wij eraan kunnen komen, zodat we ons niet altijd druk hoeven te maken over het geld aspect van zorg, maar vooral over de kwaliteit en de zorg die waar nodig is te kunnen verlenen aan patiënten. Dat was Manoj Hinduri, algemeen directeur van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Hij gelooft dat de overheid de nodige voorzieningen zal treffen, zodat de ziekenhuizen in deze COVID-pandemie hun werk naar behoren kunnen doen.